Welkom in de kerk. Welkom in de boomhut. Dat is de kerk van de Heer Jezus. Voor alle Jungle Kids. Ga maar staan. We gaan weer even lekker gek doen. We gaan zwaaien van links en rechts. En links en rechts en links en rechts. En doe een dansje. En een dansje. Goed gedaan! Dennisje! Wat ben je gek? Ja, ik had jou verwacht, Jordi. Van jou schrik ik dus echt niet meer, hoor. Hey, Denise. En hey, kinderen. Denise. Ja? Mag ik weer even met die telefoon bellen? Ja, tuurlijk. Doe maar. Echt? Ja. Ga je weer een vriend bellen? Nou, ik ken dus heel veel mensen, hè? Ja? Heel veel! En die willen allemaal wel in onze Jungle Care komen. Oeh, cool. Ja? Wie ga je bellen, Jordi? Nou, wacht even. Ja. Hij gaat al. Oh, oké. Hotski minatski! Hotski minatska, manatska, natska, 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 natska. Dennis! Ja? Als je dus nu op de rode knop drukt, ja? Dan komt Tante Tiel! Oeh, wat cool! Oké, daar gaan we hoor. Drie, twee, één! Hallo! Hallo! Zien jullie mij? Oh, hallo! Daar zijn jullie! Leuk dat ik hier mag zijn. Ja, ik zal me even voorstellen. Ik ben Tante Til, de tante van Jordi. En ik ben verzot op Jordi. Haha, zo is het. Jordi is mijn schattige neefje. Fantastisch kind. Ja, ik kom uit Tilburg en Jordi komt één keer in de zoveel tijd komt hij bij mij logeren. Ja, logeren. En logeren, dan komt hij lekker bij mij snurken. En dan gaan we taart bakken, breien. En weet je wat ik ook heel graag doe? Haha! Uit de Bijbel voorlezen. Ja, dat weet Jordi als geen ander. Ha! En dat ga ik vandaag ook weer doen. Ik mag vandaag een verhaal vertellen uit de Bijbel. Ja, en wat is het mooie over de Bijbel? Haha! Daar staat iets in. Nou ja, iets. Heel veel ietsen, eigenlijk. Hè? Over de Heere Jezus. De Heere Jezus is een stoere, dappere held. Een toffe peer. Ja, dat zeg ik altijd. Hè? Niet doorvertellen hoor, want dat sommige mensen vinden dat een beetje... Ja, dat kan niet. Maar eigenlijk is het een hele stoere held. Die van alles doet. Ja, hij maakt mensen beter. Hij geeft eten aan mensen. Hij is gewoon de beste. Dus ja, een toffe peer. Hè? En in de Bijbel staat vandaag een verhaal. Dat heb ik opgezocht. Over 10 mannen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, 10 mannen. 10 mannen. En die 10 mannen, die zijn ziek. Och, ja. Ben je ook wel eens ziek? Ja? Ja, dat is best vervelend. Ja, deze mannen zijn echt wel heel erg ziek. Ze zijn zo ziek dat ze melaats zijn. Melaats. Ja, en die zijn besmettelijk. Melaats en besmettelijk. Nou, dat leg ik even uit. Die mensen, die zijn zo ziek, dat als ik hem aanraak, dat ik het dan ook word. Dat is niet tof. Nee, dat is niet tof. Dus we moeten bij die mensen uit de buurt blijven. Dus die mensen, die roepen steeds, melaats, melaats, melaats. Ja, melaats roepen ze steeds, want dan weet ik blijf uit de buurt. Juist. Dus die 10 mannen zijn zo ziek. En die komen dus dan uiteindelijk, komen ze ja, met z'n 10. Want ja, ze zijn alle 10 ziek, dus met z'n 10 op een hoopje is wel gezellig. Hè? Beter met z'n 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan alleen. Ja, juist. Dat dus. Hè? Ja. Die 10 mannen zitten daar en die horen. Hoor, met mijn oor. Ja, haha. Dat Jezus langskomt. Weet je wat ze doen? Iets heel slims.
Ze roepen Jezus. Gaan wij ook doen? Nou, ik hier wel. Doe jij mee? We gaan Jezus roepen. Ja? Kom. 10 mannen. Ja? Allemaal andere stemmen? Kom, we gaan roepen. Daar komt hij aan. Daar komt hij aan. Jezus! Ze riepen Jezus. Heb je ook meegedaan? Nee, nog even één keer dan. Hij komt er bijna. Kom, kom. Ja, 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 allemaal. Jezus! Ha! En daar is Jezus. Ja. Het staat er echt in die Bijbel. Dus ze roepen Jezus en Jezus komt naar ze toe. En ze zeggen, Jezus, wilt u ons beter maken? Want we zijn zo ziek. En we zijn zo alleen. Hè? Want ja, we zijn melaats en besmettelijk. Nou ja. Dus Jezus, die komt naar ze toe en zegt, ga naar de priester in de tempel. Die zal vertellen dat je beter bent. Dat is mooi. Yes, ze gaan naar de priester. Ja, de priester. Nou, ik zal het even vertellen. De priester is een belangrijke man in de kerk. Hè? Tempel, kerk. En die man, die gaat ze controleren. Dat ze gezond zijn. Dat doet hij. Hij controleert ze en zegt dan, je bent gezond. Dus die mannen, ja, dat gaan we doen, Ze rennen naar Jezus. Nee, de priester. He, Jezus staat daar nog. En ze rennen naar de priester. Ze zeggen, priester, kijk of ik gezond ben. En die priester die kijkt. Ja. Jij bent gezond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alle 10 de mannen zijn gezond. Yes! Blij, staat recht. Fantastisch. Dus die mannen. Wat die gaan doen? Die rennen terug naar hun familie. Naar hun vrouw, hun kind, hun neef, hun oom, hun hond. Want ze mogen weer knuffelen. Alle 10? Nou, moet even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mannen rennen terug. Er staat nog 1 man. Wat doet die man? Weet je wat die man doet? Die gaat terug naar Jezus. Die zegt, Jezus, bedankt. Bedankt dat u mij beter heeft gemaakt. Ja, zo is het. Dat is toch mooi? Zo mogen wij Jezus ook bedanken dat hij ons iedere dag weer beter maakt. Hè? Dat hij er voor ons is en dat dat zo'n dapper, stoere held is. Dat is wat we gaan doen. Dat ga ik ook even doen. Jezus, bedankt. Ik word zo blij hiervan. Word jij er ook zo blij van? En vervolgens ging die man natuurlijk ook nog naar zijn vrouw, zijn hond, zijn cavia, zijn hamster. En zijn goudvis, ging die ook naartoe? Ging die even knuffelen? Nou, ik zou zeggen... Dit was het verhaal van Tante Til uit Tilburg. En zo is het. Ik zou zeggen, terug naar de boomhut. Wat was dat gaaf zeg. 10 zieke mannen vroegen Jezus om hulp. En ze werden allemaal gezond. Jordi, waar ben je? Ja, ik zit er weer op de wc, Denise. Oké, maar je kunt me wel horen, dus ik ga gewoon verder. Ja. 10 mannen. Werden gezond door de Heer Jezus. Eentje kwam de Heer Jezus bedanken. Bijna allemaal vergaat ze dat. Behalve die ene. Och, wat was die meneer blij. Hij was zo blij dat hij bijna niet wist hoe hij moest bedanken. Dus viel hij maar voorover op de grond en zei, dank u wel! Wat zou jij doen? Zou je net als die ene meneer ook de Heer Jezus bedanken? Ja, ik ook hoor. Want onze Heer Jezus is gewoon super geweldig. Jezus zorgt ook nu voor heel veel fijne dingen in je leven. Alle mooie en echt fijne dingen komen van Hem. Wist je dat? Dat er 1 is die zorgt voor eten. Elke dag weer. Dat je een lekker bed hebt. Dat je een papa en mama hebt die voor je zorgen. Dat je speelgoed hebt, een wc hebt en als je nog meer van Jezus nodig hebt, dan kun je dat gewoon vragen. Onthoud dat. Dat als je heel erg blij bent om iets, je de Heer Jezus mag danken. En wat ga je dan zeggen? Dank u wel, Heere Jezus! Ja, precies. Mooi gezegd hoor. Want de Heere Jezus zegt, kom er maar bij. Jij hoort bij mij en mijn kerk. Wauw, goed gedaan. En wat een goede God hebben we. Zullen we zingen over onze Heer Jezus? Ja, kom, gaan we samen worshipen.
Jezus zegt tegen alle mensen, kom maar bij mij. Wil je bij mij horen? Hij zegt vandaag ook tegen jou, kom maar. Wil je ook bij mij horen? Kun jij zwaaien? Ja, dat kan je, hè? En ja roepen? Ja? En als je wilt dat Jezus ook jouw God is, zwaai dan en roep ja! Wauw, gaaf! Vanaf vandaag hoor jij ook bij Jezus. Leg je hand maar eens op je hart. Dank u, Jezus, dat u voor altijd bij ons bent, ons helpt en ons beschermt. Wauw, ik krijg er een lach van op mijn gezicht, zie je dat? En jij? Jij ook? Jordi! Jordi! Jordi? Oh, is het gelukt? Wat? De wc doortrekken en je handen wassen en zo. Ja, tuurlijk! Waarom vraag je dat altijd, Denise? Dat weet je best, Jordi. En haal die vinger eens uit je neus. We gaan de kinderen gedag zeggen. Ja. Maar voordat we gaan doen, doen ze altijd even zegenen. Oh ja. Ja, doe je handen maar omhoog. Ja. Ja. En dan zegenen we de kids. Ja. Lieve, lieve kinderen. Ja. Ik zegen jou dat je mag weten dat je bij de Heer Jezus hoort. Ja. Hij houdt van je superveel. Is altijd bij je en beschermt je. In Jezus' naam. Amen. Jordi, paf! Vinger uit je neus. Oh, sorry. Doe ik het weer, hè? Zo lekker. Maar kinderen, nemen jullie zo zelf ook het avondmaal? Ja. Want dat hoort erbij, hè? Dat hoort bij de kerk van de Heer Jezus. Ik doe het ook altijd. Ja, en ik ook. Maar dan gaan we nu even gedag zeggen, ja? Doei, lieve kids. Doei, doei. Dag! Tot de volgende keer. Dag! Dag! Pip, pip, pip. Ben ik dat ook? Ja, dat kan pip, ook. Pip, 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 pip.